Deze video gaat in op de diverse methoden die gebruikt worden bij de genetische biomonitoring. Environmental DNA, eDNA, is het achtergelaten DNA van de organismen die in een bepaald milieu leven. In een watermonster kan dit DNA afkomstig zijn van diverse bronnen. Microorganismen, zoals virussen, bacteriën en plankton, kunnen in een eDNA-monster in hun geheel aanwezig zijn, terwijl DNA van meercellige organismen komt van losgelaten DNA. Vervellingen van insecten en huidcellen van vis en amfibieën. DNA-concentraties in een monster zijn vaak te laag om betrouwbaar geanalyseerd te kunnen worden. Daarom worden kenmerkende stukjes van het DNA vermeerderd via een zogenoemde PCR-reactie. Dit is een enzymatisch proces waarbij korte DNA-fragmentjes, de zogenoemde primers, worden gebruikt om de vermeerdering van een uniek, specifiek deel van het DNA in gang te zetten. Het vermenigvuldigde DNA wordt vervolgens afgelezen in een proces dat sequencing wordt genoemd. De al dus bepaalde volgorde van de bouwstenen van het DNA in dit specifiek vermenigvuldigde stukje, ook wel de DNA-barcode genoemd, kan nu worden gebruikt om een organisme te identificeren door deze te vergelijken met een bestaande DNA-referentiedatabank voor dit stukje van het DNA. Moderne technieken, zoals Next Generation Sequencing NGS. Maken het mogelijk om miljoenen DNA-barcodes van meerdere soorten tegelijk af te lezen. Dit noemt men DNA-metabarcoding. Op die manier kunnen soortgroepen of zelfs gemeenschappen die indicatief zijn voor de waterkwaliteit worden geanalyseerd zonder dat ze fysiek verzameld hoeven te worden.